Ik hou ontzettend van de dichtbundel Psalms van Joy Ladin. Joy Ladin is een orthodoxe Joodse transgender die in dit bundel Psalms haar transitie en het feit dat ze transgender is uitvecht met haar God, woedend, kwetsbaar en liefdevol. En ik hou daarvan omdat het tegelijk een hele rauwe en een hele precieze bundel is. Waar iemand spreekt die echt niks anders meer heeft dan datgene wat ze in het moment te zeggen heeft. En waarin echt iets op het spel staat. Echt iets persoonlijks, echt iets lichamelijks. En dat vind ik mooi. Ja.